Welkom bij de 21ste editie van de Gamma Racing Day, het evenement waarbij grote mannen weer even kind mogen zijn. Dit is Tom Coronel met zijn Dakar buggy en Aras Gibica uit Litouwen laat zien dat je meer kan met een motor dan racen alleen. Hij reist de hele wereld over met zijn kunsten en de liefde voor de motor ontstond al op zijn 10e. My sister got a scooter and guess who was riding? So I was riding the scooter. And I popped the wheelie after 2 weeks, dragging my foot on the ground. And yeah, somehow I realized this is my passion and I want to continue like this. Tim Coronel ging 11 keer van start in de fameuze Dakar Rally. Samen met zijn broer Tom is hij een vaste waarde op de Gamma Racing Day. Hoewel deze corona-editie wel even wennen is. Ja, het is wel totaal anders. We hebben rust. Normaal gesproken allemaal mensen om me heen en allemaal kinderen. Dus ja, het heeft een ander aspect. Maar aan de andere kant, hè, jullie als beeld, het publiek. Ja, we willen toch een beetje met auto's spelen en een beetje vertier hebben. Of in ieder geval geven. En ja, de ontvanger vindt het ook nog steeds leuk. Dus nee hoor, wij zijn er gewoon. Normaal gesproken kun je over de koppen lopen op de paddock. Kinderen jagen op handtekeningen, stickers en petjes en papa's en mama's vergapen zich aan raceauto's. Maar in verband met corona is dit nu verboden terrein voor publiek. En dat is voor organisator Lee van Dam ook best even slikken. Niet één keer, maar meerdere keer slikken. Die anderhalve meter waar het alles om gaat, dat kunnen wij hier garanderen. Dus daar hebben we ons geen zorgen over gemaakt. Maar over een totale lockdown of iets dergelijks, ja, daar kun je niks tegen doen. Nu waren er maximaal 10.000 toeschouwers per dag welkom. En buiten de reguliere beveiliging leverde het Drenthe College nog eens 30 leerlingen van de opleiding beveiliging om toe te zien op de anderhalve meter regel. Ja, het is niet zo gezellig. Dit is gewoon een beetje vreemd. Normaal heb je veel meer sfeer erin omdat er veel meer mensen zijn. Maar nu zijn er wel minder mensen en hoor je ook wat meer van het geluid en hoor je niet de hele stem om je heen. Vind ik het wel fijn. Ik ben bang dat het nog slimmer wordt. Ik ben bang dat de slot er weer op gaat in Nederland. Dus dit is helemaal gebeurd, deze evenementen. Met de 20-jarige Max Wering uit Coevorden hadden we ook nog een Drents succesje te vieren. Hij won de GT-klasse van de Supercar Challenge. De serie waar hij vorig jaar nog in reed. Dit jaar is hij vaste coureur in de Europese strijd om de Lamborghini Super Trofeo. Het is zeker geen kinderspel. Het niveau is hier ook zeker hoog. Zoals je ook kunt zien, allemaal verschillende auto's, ook allemaal snelle auto's. Je moet natuurlijk wel flink aan de bak. En dat moest ik vandaag ook om Cor Euser en andere rijden voor te blijven. Maar gelukkig ging alles goed. En we sluiten af met het brute geluid van de V12 motor van deze Formule 1 Ferrari. Ooit bestuurd door Jean Alesi en nu in het bezit van Erik van Loon. Ik ben ooit voor het eerst naar de Formule 1 geweest. En de eerste auto's die voorbij kwamen waren Alesi en Berger. En toen kreeg ik gewoon kippenvel van dat geluid. En nu vind ik het fantastisch om hier een paar rondjes te mogen rijden. Fantastisch. Al met al was de Gamma Racing Day op het circuit als vanouds. Maar voor publiek en organisatie was het ongetwijfeld even slikken.